naar wat we vorige week geleerd hebben. Weet jullie nog van die harde knal? Maar even lekker op je stoel zitten. De oerknal die niet bestaat, nee. En ik had een heel harde knal laten horen. En dat kon ook niet, hè, want in de ruimte is geen lucht. Dus dan kan je ook geen geluid horen. Maar we gaan heel eventjes kijken wat we vorige week geleerd hebben. Ik heb vorige week verteld dat die oerknal eigenlijk niet kan. Want er zijn wetten. Natuurwetten noemen we dat. Net als de zwaartekracht. Als jij ergens van afvalt, dan weet je één ding zeker. Die komt altijd beneden. Of in water. Of in water. Maar je komt altijd beneden. Want dat is de zwaartekracht. En zwaartekracht is een natuurwet. En zo heb je dus ook een paar meerdere natuurwetten. En een van die natuurwetten is de wet van thermodynamica. En dat hoef je niet te onthouden. Maar die wet die maakt het eigenlijk onmogelijk dat de oerknal en dat alles wat daaruit voortkomt bestaat. En toen hebben we ook geleerd dat tijd, ruimte, materie, weten we nog waar jullie gingen staan op de stoel, en energie, dat had je nodig om te springen, dat kan ook niet zomaar ontstaan. Nee, dat kan niet uit het niets ontstaan. Maar ik zie daaronder wel iets. Zien jullie dat staan? Want wie kan het wel allemaal maken? God. De Heere God, ja. Want in Genesis 1 lezen we in den beginnen. Hé, dat is tijd. De Heere God maakte de tijd. In den beginnen. Schiep God. Ah, er is dus iemand echt die heeft er energie ingestoken om het te maken. Ruimte, de hemel om ons heen. Hè? En materie, de aarde. En dat staat allemaal in het eerste vers van de Bijbel. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Allemaal opgelost. Wat zeg jij? Nou, goed onthouden, niet meer vergeten. En eigenlijk is dit ook niet zo heel vreemd. Dat als mensen geloven dat er eerst niets was. En dat werd in één keer van alles. Nou, dat kan eigenlijk niet zonder dat er iemand is die dat geregeld heeft. En de Heere God. Denken jullie nou dat de Heere God last heeft van de tijd? Nee. Nee, hè? Nee, want de Heere God is eeuwig. De Heere God heeft geen last van de tijd. Denken jullie dat de Heere God last heeft van... bijvoorbeeld dat de Heere God, als hij een muur tegenkomt, dat hij daardoor tegengehouden wordt? Nee. Dat is geen enkel probleem, hè? En de laatste. Denken jullie dat de Heere God de ruimte nodig heeft om in te wonen? Nee. Dus de Heere God woont eigenlijk buiten alles wat wij nodig hebben om te leven. Klopt dat? Ja. Dus hij heeft er ook geen last van. Dus de Heere God is de enige die het heeft kunnen maken. Dat is wel heel ingewikkeld. En daar kun je heel lang over discussiëren. Maar dat is de enige logische oplossing. Nou, en toen hebben we het nog op een gegeven moment gehad over... waar hebben we het nog meer over gehad? Over het spontaan ontstaan van leven. Er was eerst helemaal niets. Het staat aan... En ik zal het jullie laten zien. Ze geloven dat er eerst dus helemaal niets was op de aarde... En en daar kwam opeens water. En dat water, daar ging de bliksem heel veel op inslaan. En dat duurde miljoenen jaren. En toen kwam er in één keer, gingen er wat weer van die elementjes waar we het over hebben gehad. Die gingen samen klonteren. En die kwamen op een gegeven moment tot leven. Nou, en dan zijn we nu mensen geworden. Dat wordt het geloof. Nou, we hebben dus al gezien dat dat niet kan. Weet jullie zelf dat de kans... dat een heel simpel... Weten jullie wat eiwitten zijn? Ja, hè, dat eten we wel eens, hè? Eiwitten. Die zitten bijvoorbeeld in een ei. Daar zitten eiwitten in. En wij hebben eiwitten nodig om onze lichaamscelletjes te kunnen maken. Ons lichaam bestaat uit zo'n beetje 70 biljoen celletjes. Nou, dat hoef je niet te gaan tellen, want dan ben je heel lang bezig. En die celletjes kunnen alleen ontstaan... doordat er eiwitten zijn die op een bepaalde manier aan elkaar vast gaan zitten. Maar het ontstaan van een eiwit dat nodig is voor een celletje, ik heb daar opgeschreven, dat is een kans van 1 op de 26 tot 219e macht. Wat houdt dat in? Dat is 26 met 219 nullen. Dat is een heel groot getal. Dat is eigenlijk onmogelijk. Dat kan dus niet. Nou, toen hebben we ook nog gesproken over dat... Nou, daar heb ik nog niet over gesproken, maar in de Bijbel zien we bijvoorbeeld dat de Heere God de dingen heeft gemaakt. De dieren naar hun aard en naar haar aard staat daar. En de mens is gemaakt naar Gods beeld. Dus wij lijken op de Heere God. Maar niet van uiterlijk. Niet van uiterlijk misschien, maar hebben jullie wel eens ontdekt wat wij allemaal als mens kunnen? Heel veel. Van de week heb ik naar een filmpje gekeken, jongens. Het ging over de Space Shuttle. De Space Shuttle. En met de Space Shuttle gaan ze de ruimte in. En weet je hoe hard dat ding in ene vliegt? Die gaat op een gegeven moment op een snelheid van 30.000 kilometer per uur. Gaat hij door de ruimte heen. 30.000 kilometer per uur. Dat kunnen wij mensen. Wij mensen kunnen heel veel. We kunnen alleen niet alles. Dat kan alleen de Heere God. Nou, en het derde waar we het over hebben gehad is dus dat eigenlijk, jongens, kan het zo wezen dat een visje na miljoenen jaren kindjes krijgen veranderd in een mens? Nee, hè? Dat noemden ze macro-evolutie. Nou, was ik bij de dierentuin in Emmen geweest en dan hebben ze een heel vreemde pop gemaakt. En die pop die had een staart van een krokodil. Een lichaam van een struisvogel, een horen van een gazelle of zo. Die hadden ze gewoon gemaakt voor de lol. He, dus eigenlijk, ik noemde het, ik had er een heel mooie naam voor bedacht. Maar, dat heb ik er niet bij geschreven. Maar dat kan dus ook echt niet. Een aap is een aap en een krokodil is een... En als een krokodil jonkies krijgt, kan dat dan ooit op een ander soort dier gaan lijken dan een krokodil? Nee. Het kan wel wezen dat de krokodil bijvoorbeeld een smallere snuit krijgt of een langere staart. Maar je kan wel een beetje op een kleine hagedis. Ja, als het jonkies zijn, dan lijken ze inderdaad op een kleine hagedis. Maar ik zal nog steeds mijn vinger niet in zijn bek steken. Nou, die jonkies kunnen al heel hard bijten. En toen heb ik jullie verteld, het enige wat we wel kunnen zien, en dat noemen ze micro-evolutie. En ik vind het eigenlijk een beetje een verwarrend woord. Het enige wat we om ons heen zien gebeuren is variatie. En toen heb ik jullie verteld, er waren de kinderen met bruine ogen, kinderen met blauwe ogen, met blond haar, met een dikke buik, met een dunne buik, met een snor. Oh nee, jullie hebben nog geen snor. Maar dat kan wel. En toen zei ik van een... Oh, dat heb ik nog niet gezegd. Maar een paard en een zebra en een ezel, wat denken jullie? Zou dat tot hetzelfde soort kunnen horen? Ja, Heel goed. En zien jullie hier, ik heb hier een melkkoe, dat is dit beest. En een bison, dat is deze. En een biesent, die lopen wel eens in Nederland op de heide. En ik heb hier een hekrund, noemen ze dat. Wat zijn dit verschillende soorten dieren? Of horen ze tot hetzelfde soort? Denken jullie nou dat die bison jonkies kan krijgen met die melkkoe? Ja, dat kan. Het is van hetzelfde diersoort. Het is ook familie. Wij dieren staan bij ons. Dus even kijken of we kunnen plaatje jongens. Kijk jongens, heb ik het voorbeeld genoemd van de honden. Weten jullie dat nog? Ik heb het nog even opgezocht. Weten jullie ongeveer hoeveel soorten, hoeveel rassen er zijn onder de honden? Ik zei 230. Ik heb het opgezocht, het waren er meer dan 330. Er zijn er meer dan 330 soorten. Ja. En wat had ik toen ook weer over die chihuahua gezegd? Kon die jonkies krijgen met een rotweiler? Ja, alleen we hadden wel last van een technisch probleem. Hij kan niet bij zijn poeper. Nou ja, en als hij erop gaat zitten... Dat is een Deense dog, jongens, als die er nou op gaat zitten. Of als hij honger krijgt. Maar het zijn wel allebei honden. Dit is variatie. En kijk jongens, ik heb nog wat anders opgezocht. Hoort die voelt er niet bij, jongens. Nee. Nee, ja, buiten dat hij lelijk is, maar er komt er in. Volgens mij zijn de boerderijen. En wat denken jullie, zou die ezel erbij horen? Ja, de zeekoerderij. En dan steekt de supertuig in. Ja, jongens, de koe hoort er niet bij. Zal ik jullie nog eens een paar soorten laten zien? Kijk, ga dit maar eens lezen. De eerste, dat is een mannetjespaard. Jongens, het eerste plaatje, linksboven, is een mannetjespaard die met een zebra is getrouwd. En die heeft een kindje gekregen. En dat werd een, hoe zullen we het noemen, een paard met een zebra? Een zebrapaard noemen we het maar. De tweede, daar hebben jullie wel eens van gehoord, is een muilezel. Ja, die komt van een paardezel. En een muilezel is een mannetjespaard en een vrouwtjesezel. Die gingen met elkaar trouwen. En die hebben een jongen gekregen. En de onderste, daar zie je dan weer bijvoorbeeld dat daar een mannetjeszebra met een vrouwtjespaard is gegaan. En dit is dan een ezel, mannetje en een zebra vrouwtje. En die zijn met elkaar gegaan. Nou, een eucalyptus. Oké, oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat dat namelijk een blaadje was. Een eucalyptusboom. Maar dit noemen we, jongens, hoe noemen we dit? Variatie binnen één soort. En kijk, deze is ook wel leuk. Boven zien jullie dat er een grizzlybeer, die heeft kindjes gekregen met een ijsbeer. En dan krijg je een soort grijzige beer. En dat gebeurt in het wild. In Canada was een meneer, die zag af en toe een vreemde beer. Die dacht dat er alleen maar grizzlyberen daar liepen. Maar niemand geloofde hem. En dan weet je dat wel, hoe ze dat daar in die landen doen. Dan schiet je zo'n beest dood. En dan neem je mee en dan kun je het bewijzen. En dat zijn twee van die beren, dat zijn jonkies geweest van een grizzly en een ijsbeer. En hier zie je dat een tijger met een leeuw een jonkie heeft gekregen. Dat is de familie. Dit is dus een mix van een tijger en een leeuw. Ja. En daar zie je bijvoorbeeld een luipaard die met een leeuw in is geweest. Die hebben ze gewoon. En wisten jullie dat een lama en een kameel ook tot dezelfde familie horen? Ja, maar dat zijn echt. Ja, en hoe noemen we dit, jongens? Hoe noemen we dit? Meiden, hoe noemen we dit? Variatie binnen een soort. Wat wil je zeggen? Nou, zeg. Woestijndieren en hippo's. Kama. Nou, het is moeilijk, hè, maar dat maakt het niet uit. Nou, dit is dus variatie. Nou had ik nog een laatste voorbeeld. En dat was in een dierentuin in Emmen. Daar zeggen ze bijvoorbeeld, de evolutie is betrapt. Ja mensen, we hebben ontdekt dat evolutie wel kan. Dat er nieuwe dieren ontstaan. En wat bedoelen ze er dan mee? Want ik heb jullie vorige keer al gezegd. Van ja, ze gaan altijd die variatie gaan ze laten zien. Dat bewijs is. Dat uiteindelijk een visje kan veranderen in een, bijvoorbeeld een mens. En toen zeggen ze in een meer in Oost-Afrika hebben ze ontdekt dat er in een paar generaties, dus niet zoveel jaar, allerlei verschillende soorten vissen gingen groeien. Kijk, hoe noemden ze die beesten ook alweer? Giglieden noemden ze dat. En die hadden allerlei verschillende kleuren gekregen. En toen zeiden ze, zie je wel, dit is evolutie. En dan zeg ik op mijn beurt, ja, maar volgens mij zijn het nog steeds allemaal vissen. Of zit daar een beest tussen wat geen vis meer is, jongens? Nee. En ze kunnen ook allemaal nog kinderen met elkaar krijgen. En dan krijg je nog allerlei mooie variaties. Dus dit zal nooit een salamander worden. Een vis blijft een vis en een salamander is een salamander. Kijk, en dan zeggen wel mensen, want in dierentuin Emmen zeiden ze dat ook. Ja, dus de evolutietheorie klopt, kijk maar. Nee, zeggen wij dan, dit is alleen maar variatie binnen een soort. Niet meer vergeten. Vorige keer hebben we dit plaatje laten zien. De spontaan ontstaan van elementen, hè, dus het ontstaan van waterstof en van zuurstof. Dat kon niet, hè? Zomaar, per ongeluk. En tijd, ruimte en materie, kon dat zomaar per ongeluk ontstaan? Nee. Kunnen de sterren en de planeten zomaar per ongeluk ontstaan? Kon ook niet. En iets wat niet leeft, kan dat per ongeluk zomaar levend worden? Nee. maar ook niet. En een visje, kan dat ooit na miljoenen jaren een aap worden? Nee. Dus hoe noemden we dat? Geloof. Dat moet je geloven, want anders werkt het niet. Nee. Maar de onderste, jongens, wat we nou een paar voorbeelden van hebben laten zien. Variatie binnen een soort. Kan dat wel? Ja. En dat is dus wetenschappelijk, want dat kunnen we zien, dat kunnen we proberen. We kunnen muizen in het laboratorium bijvoorbeeld fokken met andere soorten en kijken wat eruit. Dat kunnen we testen. Maar geloof is iets wat je moet aannemen, want dat kun je niet testen. Nu, jongens, nu gaan we het er eens over hebben met elkaar. Wat nu het gevolg is van de evolutietheorie. Want alles wat je gelooft, heeft een gevolg. En ik hoorde net al, dat het nog net een beetje fout was, hoorde ik een paar opmerkingen van, als je niet in de Heer Jezus gelooft, dan ga je verloren. Dat is waar. Het zijn allemaal oorlogen, dat is ook nog waar. Maar er zijn wel meer gevolgen van de evolutietheorie. En wat bedoel ik daar nou mee? Als wij met z'n allen in de Heere God geloven en wij willen de Heere God volgen, dan houden we ons ook aan zijn regels. Precies. Maar als de Heere God er niet meer is als regelgever, dan hebben we een probleem. En zoals deze meneer hier op de slide aan het denken is, ieder mens, bijna ieder mens, want altijd als ik de mensen spreek, zeggen ze dat ze zich dat nooit afvragen. Maar ieder mens vraagt zich wel eens in zijn leven af, wie ben ik eigenlijk? Waar kom ik vandaan? En waarom ben ik hier? En wat gebeurt er als ik sterf? En als wij geloven dat de God van de Bijbel waar is, dan hebben we op al deze vragen een antwoord. Want wie ben ik? Ik ben een waardevolle schepping van de Heere God. En hij houdt van mij. En hij heeft zijn zoon laten sterven en weer opstaan om mij voor eeuwig bij hem te hebben. Dus dan heb ik antwoord op wie ik ben. Ik ben heel waardevol. Ik doe ertoe. Er is iemand die heel veel van me houdt. Die zelfs zijn eigen leven voor mij heeft gegeven. De tweede vraag. Waar kom ik vandaan? Wie heeft mij gemaakt in mijn moeders buik? Wie heeft mij het leven gegeven? De Heere God. De Heere God. Jij komt uit Nederland. Prima. Holland. En jongens, een derde vraag. Waarom ben ik hier? Ja, jullie zullen nu allemaal zeggen, ik ben hier om iets te leren op school. Dat is waar. Maar waarom zijn jullie in de wereld? Wie heeft daar een heel goed antwoord op? Jij. Om de Heer Jezus te zoeken, ja. Jij? De Heer te dienen, ja. Heel goed. Ja. Om het geloven aan mensen, omdat ik nog vol ben, ook voor iemand die God is en waar hij. Heel goed. Dus eigenlijk ook om de Heer te dienen, hè? Hebben jullie er ook wel eens? Hebben jullie er ook wel eens over nagedacht om dat wij hier zijn om vrienden te zijn met de Heer? Want waarom heeft de Heere God nou mensen gemaakt? Nou, dat weet ik, dat zou kunnen. Maar ik denk zelf dat de Heere God de mens gemaakt heeft om gezelschap te hebben. Om iemand mee te hebben waar hij mee kan praten, zoals met Adam en Eva in de tuin. Want de Heere God wandelde 's ochtends met Adam en Eva en praatte met hen. Met hen. Ja. Ja. Hij was er niet. Nee. Hij was er wel zeker in de tuin. En hij kwam ze regelmatig opzoeken. Lees maar in jullie Bijbel. Dus wij zijn hier om een kameraadschap, om een vriendschap met de Heer te hebben. Om hem te dienen, klopt ook. Om andere mensen te vertellen over de Heer Jezus ook. Maar in de eerste plaats om omgang te hebben met de Heer. Wat gebeurt er als ik sterf? Nou, als je de Heer Jezus geloof dat hij voor jou gestorven en opgestaan. Wat gaan we dan straks doen als we sterven? Dan gaan we naar de Heer. Jezus. En dan gaan we dus is het leven dan afgelopen voor ons? Nee. Nee, hè? Want er komt een tijd, staat in de Bijbel, dat de Heer terugkomt en dat we allemaal weer een nieuw lichaam krijgen. Ja, volgend jaar toch? Nee, dat gebeurt volgend jaar denk ik nog niet. Maar nou moeten we deze vraag, jongens. Stel nou dat we niet in de Heere geloven, maar we geloven dat we hier zomaar per ongeluk ontstaan zijn. Door de evolutietheorie. Wie ben ik dan? Ik ben dan in die theorie ben ik eigenlijk niks meer dan een beetje chemicaliën. Dan een paar stofjes die werken. Dat ik zeg dat ik van mijn vrouw houd, dat is niets geestelijks, zeggen ze dan. Nee, dat is iets wat in jouw hersenen gewoon, ja, zomaar werkt. Dus wie ben ik? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wie ik ben. Per ongeluk ben ik. Nou, dat is niet waar volgens de Bijbel. Waar kom ik vandaan? Waar kom je vandaan als we in de evolutietheorie geloven? Ja, ergens uit een of andere vage theorie, uit een knal en... Op een gegeven moment was er iets waar een heel hoop tijd bliksem op ging slaan. En toen kwam er in één keer een celletje. En dat veranderde na heel lange tijd in een aapachtig. En toen was het een mens. Nou, het is eigenlijk heel vaag. Waarom ben ik hier? Nou, we hebben, als je in de evolutietheorie gelooft, helemaal geen nut. Het heeft geen enkele nut om hier te zijn. Het enige, ja, wat ze wel zeggen, ja, het heeft nut om... goede kinderen voor te brengen. Jezelf voor te planten. Dat is het grootste doel dan eigenlijk. Nou, dat is niet het allergrootste doel in het leven als we in de Heer geloven. Wat gebeurt er als ik sterf? Ga je nagaan? Nee, als je in de evolutietheorie gelooft. Dan zorg je eigenlijk alleen maar voor een beetje voedsel voor de wormen. En als je verbrand wordt, dan leef je nog minder op. Een beetje voedsel voor de plantjes. Dus dat is... Als je in die theorie gaat geloven, dat heeft nogal wat gevolgen voor hoe je naar de wereld om je heen kijkt. Dus even kijken wat hierna komt. Ja, hier heb je hem. Er zijn eigenlijk maar twee manieren om naar de wereld te kijken, mensen. Er is iemand die alles gemaakt heeft. En stel nou dat er iemand is die alles gemaakt heeft, dan is hij waarschijnlijk ook de baas, hè? En dan bepaalt hij ook de regels. En dan heeft hij de mens gelijk gemaakt. Want hij heeft gewoon de mens gemaakt. Dan moeten we ook zorgen dat we goed voor elkaar zorgen. Want iedereen is belangrijk. En alleen God is God. Dan hebben we echt een schepper en dan is alleen God God. Maar stel nou dat alles goed al is, dan is er geen schepper. En wie maakt dan de regels? De mensen. Dus wat jij goed vindt, nou dat hoeft voor mij helemaal niet goed te wezen. En dan zeggen ze wel, ja, we hebben met z'n allen hebben we wel iets afgesproken. He, als land hebben we afgesproken dat het niet goed is om iemand dood te maken. Dat mag niet volgens de Heer God, maar ze zeggen ook van als land hebben we afgesproken dat dat niet goed is voor de samenleving. Maar als je nou echt in de evolutietheorie wil geloven, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit als ik iemand anders dood maak. Als ik er maar voor zorg dat ik kinderen krijg, die ook weer kinderen krijgen. Dat is het belangrijkste. Dat is het enige wat telt dan. Dan streven we ook naar perfectie. Dat houdt dus in dat we eigenlijk dat het alleen maar voordelig is wanneer er alleen maar hele gezonde mensen rondlopen. Want dan alleen kunnen we beter worden. Dus dat betekent ook dat mensen die bijvoorbeeld met een handicap geboren worden, eigenlijk... heel strikt genomen ervoor zorgen dat ons soort, de mens, slechter wordt, zeggen ze dan. Terwijl dat als we in de Heere God geloven, dan vinden we ook die mensen met een handicap heel waardevol, want ook zij hebben het leven ontvangen van de Heere. Hebben we een God als we in de evolutietheorie geloven? Nee. Wie is dan de God? De mensen. Ik ben mijn eigen God, ik bepaal wat goed en fout is. Wat wil je zeggen? Ja, maar ik ken jouw broertje niet heel goed. Maar ik denk wel dat jullie even heel blij zijn met hem, hè? Want wie heeft hem gemaakt? En wie houdt er het allermeest van jouw broertje? Er kan niemand zoveel houden van jouw broertje als de Heere God. Wat wil jij zeggen? Is jouw neefje doof? Het voordeel van doof zijn is dat ze vaak wel heel goed kunnen zien, hè? Ja. Het gevolg van de evolutietheorie. Ik had dan even een grappig plaatje erbij gedaan. Die man die zal uiteindelijk natuurlijk nooit veranderen in een varken. Hij kan zich wel gedragen als een varken hoor. Het voordeel jongens, dat als wij de Bijbel hebben, is ook dat we weten hoe we de Heere God kunnen ontdekken. Want er staat in de Bijbel, in de Romeinen, zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Weten jullie nog dat ik jullie dat voorbeeld heb gegeven over de fiets en de tegenwind? Ja. Als ik fiets en ik heb heel hard tegenwind en ik zie de wind niet, kan ik dan toch tegen jullie zeggen, er is geen wind, want ik zie het niet? Nee. Zo werkt het met de Heere God ook. Zien we de Heere God? Nee. Maar wat zien we wel van de Heere God? De bomen, de dieren, elkaar. Dus, alles zien wij door zijn werk heen. We zien wel het werk van de Heere God. Nou, een van de hele negatieve effecten van de evolutietheorie is rassenhaat. En ik ga het jullie uitleggen, maar voordat ik dat doe, wil ik het eerst wel heel duidelijk maken dat iemand, een professor of een wetenschapper die in de evolutietheorie gelooft, is die per definitie, is die gewoon slecht? Nee, dat kan ook goed zijn. Het zijn niet altijd slechte mensen die dat geloven en die dat leren. Heel veel mensen, zo niet de meeste mensen die deze theorie geloven en leren op school, die geloven en leren dat ook alleen maar omdat ze dat geleerd is toen ze zelf op school zaten. Dus dat wil niet zeggen dat ze expres die theorie willen geloven, zodat ze maar niet in God willen geloven. Er zijn wel mensen die zeggen dat ze liever in de evolutietheorie geloven dan in de Heere God. Maar de meeste mensen die weten niet beter. Dus de mensen zijn niet slecht. Maar er is wel iets wat heel vervelend is. Als je die theorie echt gaat toepassen, dan kom je bijvoorbeeld uit bij rassenhaat. Als je in de evolutietheorie gelooft, dan moet je eigenlijk ook wel geloven dat de mens niet allemaal gelijk is. Dus dat bijvoorbeeld de Afrikaanse donkere mensen, daar wordt dan van gezegd van ja, die hebben een donkere huidskleur. En die staan nog dichter bij de aapachtige dan de mensen die een blanke huidskleur hebben. Dus zeggen ze bij blanke mensen zijn beter dan de bruine mensen. Is dit onzin of is dit waar? Onzin. Hè? Want de Heere God heeft iedereen gelijk gemaakt. En een bruine kleur of een lichte kleur is alleen maar variatie binnen een soort. Maar dat is rassenhaat, jongens. Wanneer je de ene groep mensen slechter vindt dan de andere groep mensen. En het boek van Darwin, jullie hebben wel eens gehoord van Darwin. Daar hebben jullie niet van gehoord. Meneer Darwin, Charles Darwin, de evolutietheorie bestond al voor zijn tijd. Maar hij heeft een boek geschreven en in dat boek heeft hij geschreven hoe het zou kunnen plaatsvinden. Hoe het gelopen zou kunnen zijn, die theorie. En hij ging dus uitleggen aan de dingen die hij gezien heeft van nou zo en zo zou de theorie wel eens gegaan kunnen zijn. En dat boek is heel populair geworden en heel veel mensen geloven in dat boek. En dat boek, dat heet The Origins of Species. Dus de oorsprong van de soorten. En zo wordt die nu vervolgd. Maar toen het boek net geschreven werd, stond er nog een titel onder. En dat heb ik hier vertaald. De titel, de volledige titel was The Origins of the Species by Means of Natural Selection. The Preservation of Favorite Races in the Struggle for Life. En dat betekent, nu krijgen we eigenlijk alleen het boek in de boekwinkel. Waar staat bij The Origins of Species by Means of Natural Selection. Bij natuurlijke selectie, nou dat ga ik jullie niet uitleggen. Dat is voor de rest nog niet zo belangrijk. Maar hij zegt dus eigenlijk, nou ik weet hoe het ontstaan is. Maar toen hij het boek schreef, had hij er nog een langere titel bij staan. En daar staat, het behoud van de begunstigde rassen in de strijd om het leven. En wat bedoelde hij daar nou mee? Dat de rassen die sterker waren en beter waren, meer voorrang kregen dan de slechtere rassen. En dat werd in die tijd ook zo ver doorgetrokken dat de donkere Afrikaanse mensen minder recht hadden dan de blanke West-Europeaanse mensen. Want de blanke West-Europese mensen waren verder geëvalueerd, waren betere mensen dan de donkere mensen. En dit betekent, dat stond al op dat boek. Maar ja, jullie begrijpen wel dat je dat vandaag de dag niet meer op een boek mag schrijven. Want dat vinden heel veel mensen niet goed. Dus dat schrijven we dan niet meer op een boek. Ja, Genesis denkt er anders over. Een voorbeeld, jongens, en dit is een voorbeeld, en dat is een heel vreselijke geschiedenis in de afgelopen eeuwen. Het gaat over de Aboriginals in Australië. Hebben jullie wel eens van de Aboriginals gehoord? Nee, ja, wat is dat? Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Australië. En die mensen die zijn donker van kleur. En wat dachten de wetenschappers in Europa nou? Die dachten dat die Aboriginals nog heel dicht bij de aapachtigen stonden. Dus zeiden ze van, die mensen daar, dat zijn eigenlijk geen mensen. Dat zijn nog een soort apen. Kijk maar hoe ze leven, want ze leven nog in de natuur. Wij leven al in huizen met een dak en een toilet, maar zij leven nog maar in de... Dus zij zijn veel meer beest. En wij als blanke West-Europeanen zijn veel beter dan hun. Dus wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben opdracht gegeven aan jagers om naar dat land toe te gaan en die mensen daar dood te schieten. En wat deden ze met de lichamen van die mensen? Sommigen gingen ze de botjes eruit halen en die botjes die verstuurden ze naar de musea om de mensen te laten zien, kijk mensen, zo zien de aapachtigen eruit. En van sommige lichamen hebben ze zelfs het velletje bewaard. En toen hebben ze opgevuld met stro. En toen gingen ze opzetten. Net zoals ze wel eens met dieren doen. Hè. Dan zie je soms wel eens ergens een dood dier staan. En die hebben ze dan gevuld met iets. Dat deden ze ook met de Aboriginals. En dat gebeurde heel veel in Australië. Alleen maar omdat de musea wilde laten zien dat de evolutietheorie klopte. Wat wil jij zeggen? Nou, wanneer ze die botten eruit halen en laten zien dat de apen die een beetje van de beesten zijn. Maar dan zegt ze eigenlijk dat ze zelf ook een beetje de apen zijn. Want zij hebben dezelfde botten. Ja, dat zou je zeggen. Maar een Aboriginal, jongens, een Aboriginal, die is ook bijvoorbeeld niet alleen qua velletje en qua haar iets anders dan de West-Europeaanse mensen. Maar ze zien er ook een beetje, hun schedel is een beetje dikker. Hun kaak bijvoorbeeld is ietsje dikker. Hun jukbenen die hier onder de ogen zitten, die zijn ietsje dikker. En ze hebben wat grotere wenkbrauwen dan ons. En omdat het allemaal wat groter en grover is, zeiden de mensen, zie je wel, ze lijken meer op apen dan op moderne mensen. Dus dat was eigenlijk het vervelende ervan. Wat wil jij zeggen? Je moet ietsje harder praten, kan je goed horen. Ja, maar zijn dat nou Afrikaanse mensen die bruin zijn? Of... Ik weet niet precies waar de Aboriginals uit... ik denk dat ze komen natuurlijk allemaal uiteindelijk van Gam... Sem... Hoe heet het ook weer? Gam, Sem en Jafet van de Ark van Noach. Maar die hebben het uitgevonden. Wat zeg jij? Die hebben het uitgevonden. Wat? Dat bruine mensen... Nou, dat hangt dus eigenlijk een beetje... Als jij gelooft dat de mens miljoenen jaren geleden eerst een beetje op een aap leek, en die kinderen gingen al meer op een moderne mens lijken, dan zeg je eigenlijk uiteindelijk ook van ja, een aap heeft vaak een donkere kleur huid onder zijn vacht. Dus de mensen die donker van kleur zijn, die lijken meer op een aap dan op een moderne mens, zeggen ze dan. Ik vind dat wel onzin, hoor. Ja, dat is ook onzin. Maar dit is wel een beetje wat, nou niet een beetje, dit is wel wat de theorie leert. Ja, wat wou jij zeggen? Nou, die vier hadden wij uit Australië. Ja, die was blank. Ja, dat kan. Nee, dat kan. In Australië wonen ook heel veel blanke mensen. Kijk jongens, en hier heb ik een plaatje van mannen, dat zijn Aboriginals. En die hebben ze aan kettingen vastgebonden. Want wat gebeurde er? Toen de blanke mensen naar Australië gingen verhuizen, die wilden heel veel land hebben. En die Aboriginals, dat waren in hun ogen gewoon maar beesten. Dus die werden aan kettingen gelegd en die werden naar andere plaatsen gebracht. En dan zeiden ze, gaan jullie hier voortaan maar wonen. Want wij willen hier wonen. Ja, vrouw en kinderen. Deze mevrouw bijvoorbeeld. Er is op een gegeven moment in Australië is er een wet gekomen dat de Aboriginals niet zomaar meer doodgemaakt mochten worden. Want ja, toen hadden ze toch wel zo'n beetje zoiets van, dat is toch eigenlijk ook niet zo heel erg vriendelijk van ons dat we dat doen. Dus toen was er in Australië een wet gekomen dat dat verboden was geworden. Dan zou je zeggen, nou hè, dat werd tijd, maar er waren al heel veel mensen doodgemaakt. Deze mevrouw, die kwam uit Duitsland en die had zoiets, ja maar ik wil toch eigenlijk wel een paar mooie exemplaren, want dan praten ze niet over mensen, maar dan hebben ze over exemplaren, voor mijn museum hebben. Dus deze mevrouw die ging naar Australië toe en die kwam daar op een treinstation en die vroeg aan de baas van het station van, goh, kan ik hier ook exemplaren van die Aboriginals krijgen? Nou, die meneer die zei, ik wil u niet helpen, want dat mag niet meer. Maar die vrouw die gaf het niet op. Ze is daar weggestuurd van het station. Maar ze kwam nog niet zo heel veel weken daarna, kwam ze alweer terug in Duitsland met exemplaren van Aboriginals. Dus de mensen gingen even goed door, want er werd heel veel geld voor betaald. Wat wou jij zeggen? Nog een ander voorbeeld van rassen uit de Tweede Wereldoorlog. Komen we er zo op. Is dat goed? Wat wou jij zeggen? Nou, die werden ook als slaven. Sorry? Die werden ook als slaven. Ja. En nou zeg je iets heel goeds. Slaven. En dat gebeurde al voordat Darwin zijn boeken geschreven zijn, de evolutionisten. Dus dat heeft niks met de evolutietheorie te maken. Maar dan zeggen we erbij dat de evolutietheorie al heel lang voor die tijd al door heel veel mensen geloofd werd. En heel vaak werden de Afrikaanse slaven niet gezien als mensen, maar als beesten. En toen kreeg ik van iemand te horen, ja, maar in de Bijbel staat ook dat de Heere God slaven toestaat. En toen had ik zoiets van, oei, daar hebben ze gelijk in. En toen ben ik dat dus gaan onderzoeken. Hè. Maar inderdaad, in de Bijbel mocht je ook slaven hebben, maar je mocht ze niet mishandelen. Je mocht ze niet mishandelen. En weet je waarom mensen als slaaf verkocht werden? Als jij bijvoorbeeld van mij 100.000 euro geleend had en jij kon dat niet terugbetalen, dan kon je bijvoorbeeld tegen mij zeggen, weet je wat ik ook kan doen? Ik kan ook voor u komen werken en dan hoef ik geen salaris te krijgen, geen loon, maar dan werk ik gewoon zoveel jaar totdat ik die 100.000 euro terug heb verdiend. En dat noemden we ook slavernij. En het was in de Bijbel ook zo geregeld dat na een x aantal jaar de slaven vrijgelaten moesten worden. En als ze dat niet wilden, mochten ze wel blijven. En er waren ook heel veel slaven die wilden gewoon blijven. Nou, als je wil blijven, heb je dan slecht? Nee. Als je het slecht hebt, wil je weg. En de Heere God had dat allemaal heel goed geregeld. En het is met meer dingen zo, hè. Want dan zeggen ze van ja, je mag niet, als je getrouwd bent, mag je niet scheiden. Maar de Heere God heeft in de Bijbel er wel voor gezorgd dat als een man en een vrouw gaat scheiden, dan moet een man netjes een brief schrijven en dan is het allemaal geregeld. En dan zeg ik op mijn beurt, ja, de Heere God die zegt in het begin allemaal de regels wat wel en wat niet mag. Je moet de andere mensen behandelen als jezelf. Maar, zegt de Heere God, ik weet ook wel dat jullie niet altijd naar mij zullen luisteren. Dus, als jullie dan toch niet naar mij luisteren, doe het dan wel netjes. Dit is broodje. Oh, ja. Lekker. Ja, heerlijk. Oh, dat wil ik zo lekker opeten. Jongens, ik heb... ik dacht op een gegeven moment van dat hele Aboriginal verhaal dat mensen vinden dat geen echte mensen zijn. Dat zal nu wel niet meer gezegd worden. Ik ben op het internet gaan zoeken. En toen kwam ik op een forum. En daar zaten mensen te discussiëren over Aboriginals. En toen zag ik iemand die schreef dit verhaal. Hij woonde in Sydney. En hij zegt, bij ons in de stad wonen ze ook. En hij noemt ze niet mensen, hij noemt ze deze wezens. En hij zegt, het is het meest primitieve ras op de aarde. Dus het zijn geen mensen. En hij zegt, als je hem vergelijkt met Adam, dan zijn de overeenkomsten duidelijk, zegt hij. Kijk, het lage uitstekende voorhoofd en het vergelijkbare gezicht. De aapachtige, zeer brede neus en grote tanden, lange armen en een algemene wankel in hun wandel toont hun gebrek aan evolutie. Dit wordt vandaag de dag nog steeds door mensen geloofd, dat Aboriginals eigenlijk beesten zijn. En dit is het gevolg van het evolutionair denken. Ingewikkeld, hè? Ja, dat is ook onzin. Het is grote onzin, ik ben blij dat je dat zegt. Deze meneer kennen jullie, hè? Nou, niet persoonlijk waarschijnlijk. Maar dit is, jongens, dit is Hitler. En Hitler die was helemaal gek op het boek van Charles Darwin. Want Hitler had namelijk een hekel aan de Joden. Hij was een soldaat. En om van de Joden af te komen, heeft hij gezegd, de Joden zijn eigenlijk ook geen moderne mensen. Het is ook maar een laag ras, richting de apen. En deze meneer heeft in zijn boek, deze Adolf Hitler heeft een boek geschreven. En dat boek heet Mein Kampf. En in dat boek heeft hij onder andere geschreven: de brede massa van het volk valt makkelijk ten offer aan een grote leugen dan aan een kleine. Wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt, als je dan toch moet liegen tegen mensen, dan kun je maar beter een heel grote leugen vertellen. Dat geloven ze makkelijker dan wanneer je een klein leugentje vertelt. Dus hij hield het Duitse volk voor dat alle ellende in het land kwam door de Joden. En dat de Joden eigenlijk geen mensen waren, maar beesten waren. En dat we beter af zouden zijn door ze allemaal te vermoorden. En we weten dat het gelukt is in de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel heeft hij er vermoord? 6 miljoen. Nou, hij heeft 6 miljoen. En als je dan... Hitler die had ook een lijstje gemaakt. En op dat lijstje ging hij aan de mensen uitleggen, aan de hand van de evolutietheorie, hoe modern een mens was. Bijvoorbeeld als je Scandinavisch was, dus in Finland, Zweden, Noorwegen woont, en je had blauwe ogen, kijk eens naar mijn ogen, jongens. Ja. En je had donker blond haar, of blond haar, nou ik heb geen donker blond haar, dat is jammer. Dan was je toch wel een heel goed mens. Maar als we nou een beetje naar beneden gaan, kijk, dan zien we hier bijvoorbeeld, de zwarte Afrikaan werd door hem gezien als grotendeels aap. En de Jood, dat was gewoon, die stond dicht bij de pure soort aap. En dus had deze meneer een reden, een goede reden, om ze dood te maken. Kijk jongens. Zien jullie hoe ontzettend mooi dat is? Zo'n baby in de buik. Wat geweldig hè, dat we die foto's kunnen maken. Maar ik heb daarboven gezet moord op kinderen. Wat denken jullie waar ik het over wil gaan hebben? Op jeugdzorg. Ja, abortus noemen ze dat. Ja, klopt. Jongens, de baby die in moeders buik zit, op het moment dat hij begint te groeien, spreekt de Bijbel er al over dat het over een nieuw leven gaat. Maar deze meneer, hebben jullie er nooit van gehoord waarschijnlijk, Ernst Haeckel, die kwam uit Duitsland en die was helemaal gek op de evolutietheorie. Maar er werden geen bewijzen gevonden, zoals jullie al vertelden. Er is niet veel bewijs, geen bewijs voor de evolutietheorie. Wat heeft die meneer gedaan? Die heeft embryo's getekend. En wat zijn embryo's? Dat is het begin van een nieuw leven. Dus op het moment dat jij in je moeders buik kwam, was je eerst een klompje cellen. En dat begon te groeien. En na een paar weken zagen jullie volgens meneer Haeckel er zo uit. En een paar weken verder zagen jullie er zo uit. En toen leken jullie op een kind. Maar wat, hij tekende daarnaast dus ook nog de afbeeldingen van een konijn. En er zit een afbeelding van een vis en een salamander bij. En toen zei hij, en een schildpad en een kip. En toen zei hij, kijk eens, in het allereerste begin lijken we allemaal op elkaar. Dat betekende volgens hem dat we in het begin nog geen mens waren die in de buik zat. Maar dat we gewoon meer op een visje leken. En dat betekende ook dat als je dat weg zou halen, dat je dus geen moord ging plegen, dat je geen mens doodmaakte. Nee hoor, want dat was alleen maar, je haalde een een parasiet weg. Zo werd dat genoemd, een parasiet. En jij zei dat net al, wat moeder eet, krijgt de baby ook. En dat noemen ze, dan was de baby een parasiet. En dat als je dat dan weg zou halen, dat was niet zo heel erg. En natuurlijk was het meneer Haeckel bedoeling helemaal niet dat de mensen allemaal de kinderen gingen doodmaken. Maar hij vertelde er ook wel bij dat als wij de evolutietheorie willen helpen, dat het toch wel handig zou zijn om op het moment dat een kind geboren werd en had een afwijking, bijvoorbeeld hij was blind of hij had één been, om hem maar gelijk dood te maken, want dan kon dat kind alvast geen baby's meer krijgen en dan deed de mensheid alleen maar beter. Nou, later zijn de mensen erover na gaan denken, toen zeggen ze, ja, maar dat kan helemaal niet, want die tekeningen van hem, die kloppen niet. 5 jaar later, nadat hij die tekeningen gemaakt had, zei zijn eigen universiteit waar hij werkte, meneer Haeckel, je hebt gelogen, want die tekeningen die je gemaakt hebt, die kloppen niet. Je hebt het aangepast. En toen is die meneer ontslagen. En nou, tegenwoordig hebben we hele mooie foto's. En hier zien jullie de foto's van de mens. Nou, lijkt de mens in het begin op een vis? Nee. Lijkt de mens in het begin op een kip? Nee. Op geen varken, want je zit eerst in een eitje en dan gaat dat weer naar open. Dan... Ja, je lijkt dus niet op een varken. Nee. Je bent ook geen varken, hè? Kijk, en daar hebben ze nieuwe tekeningen gemaakt. Tekeningen. Nee, juf, dan gedragen ze zich als een varken. Dat is wat anders. Kijk jongens, en dit zijn de nieuwe tekeningen. En als je nou naar het bovenste rijtje kijkt, jongens, als je nou naar het bovenste rijtje kijkt, lijken ze dan op elkaar? Lijken ze op elkaar? Maar het heeft er wel voor gezorgd dat er heel veel kinderen vermoord zijn, omdat moeder gerustgesteld werd met... Ach, het is niet zo erg als je het uit de buik haalt, want het is toch nog geen mens. En in de Bijbel, jongens, in de Bijbel is de Heere God er heel duidelijk over. Want in de Bijbel staat namelijk, ik weet niet of ik hem erbij heb, ja, ik heb hem hier. In de Bijbel staat namelijk dat in Spreuken, deze 6 haat de Heere. 7 zijn zijn ziel gruwel, hoge ogen en valse tong en een konten. En handen die onschuldig bloed vergieten. Wanneer een kindje uit de buik haalt van de moeder, zonder enige goede reden, dan maak je handen vuil aan onschuldig bloed. Want het kindje, dat heeft nog nooit wat verkeerd gedaan. Psalm 127. De kinderen zijn een erfdeel des Heren. Wie heeft er het voor te zeggen over de kinderen? Mijn vrouw heeft nu een baby in de buik. En wij zorgen heel goed voor de baby. Ik heb je gezien hoor. Wij zorgen heel goed voor de baby. Maar is de baby van mij? Nee. Is de baby van mijn vrouw? Nee. Van wie is die baby? Van God. Van de Heere God. En wat mogen wij voor de baby doen? Zorgen. En wij moeten er zo goed mogelijk voor zorgen. De Heere zegt het in zijn woord, dat de kinderen hem toebehoren. Of ze dat ook als jou... bijvoorbeeld 9 of 8 jaar, dan hadden ze toen ook in die oorlog... Ze hebben in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld speciale huizen gemaakt. En dan gingen kinderen en jonge mensen en jongvolwassenen, maar ook oude volwassenen die bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapt waren, verstandelijk beperkt waren, die dus bijvoorbeeld mongolieden waren of dat soort dingen, die werden daarheen gebracht. En er zijn er heel veel in die huizen vermoord. Omdat ze gezien werden als minder goede mensen. Dus ben ik er goed? In mijn ogen niet. In mijn ogen ben jij een prachtmeisje. Ja. Zien jullie wat hier gebeurt, jongens? Wie maakt, als de Heere God niet bestaat, wie maakt dan de regels? Nee hoor. Dat bepaal je dan toch zelf. Want wat jouw vader of moeder goed vindt, dat hoef jij niet goed te vinden dan. Maar als de Heere God wel bestaat, dan is hij degene die de regels bepaalt. En jullie zien hier een paar voorbeelden van mensen die zelf denken dat ze de regels kunnen bepalen. En dan krijg je dit soort hele rare dingen. Een kind die zijn dronken vader gewoon een biertje aan het voeren is. Of een of andere Feyenoord supporter die loopt te schreeuwen en te vloeken en te tieren naar de andere mensen. Dit is het gevolg van mensen die geen zin meer hebben om naar de regels van God te luisteren. Wat je gelooft en waarvan je denkt dat je afkomstig bent, bepaalt ook je gedrag. Dit jongetje gaat naar papa en mama toe en die zegt: mama, papa, vandaag heb ik op school geleerd van over de afkomst van de mens. En heeft mijn beeld van de mens totaal veranderd. Als jij gelooft dat we afstammen van de aap, dan bestaat er ook geen God die jou regels geeft. En wat jij gelooft, bepaalt wat je doet. Oh, wacht even. Oké, die had ik niet. Wat jij gelooft, bepaalt wat je doet. Als jij gelooft dat je afstamt van de apen, dan is er niks op tegen om je als een aap te gaan gedragen. Om je raad te gaan gedragen. Maar als wij geloven dat de Heere God ons het leven heeft gegeven, is Hij degene die de regels bepaalt. En dan zullen wij gehoorzaam moeten zijn. Het is om raad. Maar weet je, ik heb dat, vorige keer heb ik daar een Bijbeltekst over laten lezen. Als jij niet meer bereid bent om God de eer te geven die hem toekomt, dan ga je van alles verzinnen om maar te kunnen zeggen dat hij niet bestaat. En dan krijg je dat soort rare ideeën. En dat is met een hoop dingen zo. Mensen denken vaak heel goed te weten hoe dingen werken. En het valt op dat bijvoorbeeld blanke mensen heel erg snel geneigd zijn om te denken dat ze zelf heel erg geweldig zijn. Niet allemaal, want als je in de Heer gelooft, dan weet je dat de bruine mensen in Afrika, in Australië en weet ik veel waar, net zo waardevol zijn als, als jullie. En ik vind het leuk om te zien dat hier ook allerlei soorten kleurtjes in de klas zitten. En dat maakt het ook gewoon mooi. Hè? Oh, Chinees. Nou, dat is toch geweldig? Ik bedoel, dat zegt wel iets over. Dat zegt wel over, iets over de creativiteit van de Heer God. Nou, want jullie hebben allemaal vragen, hè? Ik stel dit voor, jongens, dat jullie hem opschrijven. Want ik heb vorige week 3 vragen gekregen. Ik heb ze al verwerkt in mijn presentatie. Ik stel voor dat jullie ze weer allemaal opschrijven. En dan ga ik er van de week in mijn hoofd weer overbreken. Want ik had vorige week een paar hele ingewikkelde vragen erbij zitten. Die heb ik al opgeschreven. En die ga ik de laatste keer met jullie allemaal stuk voor stuk behandelen. Bent u er volgende week de laatste keer? Volgende week gaan we kijken naar of er eigenlijk wel bewijs is dat de Heere God de aarde gemaakt heeft.